Bavo in Haarlem staat hij in steen vereeuwigd. Laurens Jansson Koster, de legendarische uitvinder van de boekdrukkunst. Uit hout gesneden letters waren het begin. En de handschriften verschilden sterk. Speciale drukletters kwamen pas later. En nog steeds worden ze, nu uit metaal, minutieus door graveurs vervaardigd. Men noemt dit het maken van de stempel, die gebruikt wordt voor de gietmal, waarin later de loden letter gegoten kan worden. Alle letters kwamen samen in een sorteerbak, de zogenaamde letterkast. En de letters werden tot regels gezet met behulp van de zethaak. Een vel papier over de geïnkte loden letters. En in het begin ging het dan vel voor vel onder de pers, die stevig moest worden aangedraaid, opdat het papier de inkt goed zou opzuigen. Op 17e eeuwse persen als deze werden tal van boeken, waaronder vele kerkelijke, gedrukt. Met een grote sprong nu naar de meer moderne typografie. In de monotype zetmachine wordt alle getikte tekst overgebracht op een ponsband, die een gietmachine stuurt waarin de letters één voor één worden gegoten, waarna ze in de juiste volgorde tot regels worden samengevoegd. 8 pagina's op 1 tableau worden tegelijk gedrukt in de zogenaamde Heidelberger, een volautomatische drukpers. Een der modernste zetmachines, de Monofoto, brengt de tekst via een ponsband fotografisch aan op cellofaan, waarmee de layoutman letterlijk alle kanten op kan. Met schaar en plakband kan zo een hele pagina compleet met foto's worden opgemaakt. De op een drukplaat overgebrachte pagina kan via verschillende cilinders in 1 drukgang in 4 kleuren gedrukt worden. De eerste gedateerde boeken verschenen in ons land in 1473, precies 500 jaar geleden. Hoe die eerste boeken eruit zagen is te zien op een tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht. De afbeeldingen naast de gedrukte tekst werden met de hand ingekleurd. Aan de aanvangsletter van een verhaal werd meestal extra zorg besteed. De expositie biedt de aandachtige beschouwer veel boeiends. Zo kan men bijvoorbeeld vaststellen dat er reeds vroeg standaard illustraties bestonden die in verschillende boeken gebruikt werden en die dan ook op een verschillende manier met de hand werden ingekleurd. In totaal zijn op de tentoonstelling bijna 250 boeken uit de 15e eeuw te zien. Uit het eerste begin derhalve van de nu 500 jaar oude boekdrukkunst in de Nederlanden.